Interessante gesprekken met interessante mensen. Daarvoor zorgt het team van In Gesprek Met voor. Volg de uitzending elke woensdag om 5 uur 's middags via ATV kanaal 12.1. De herhaling elke woensdagavond via ATV kanaal 12.2. In Gesprek Met, een ATV-productie. Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag praten we met Julio Kruiden en hij is dus kinderpsycholoog. En we gaan het hebben over depressie bij kinderen, bij jongeren, omdat het best een veel voorkomend fenomeen is. Julio, welkom en dankjewel dat je tijd vrij hebt gemaakt om vandaag met ons te zitten. Hoe gaat het? Het goed met mij, dank je. Met jou? Het gaat prima. Nou, Julio, als we denken aan depressie, wat moeten we daaronder verstaan? Ja, als we praten over depressie, heel belangrijk is dat we het hebben over de mood, de stemming. Want het is een stemmingstoornis. Jongeren zeggen tegenwoordig ook echt gloomy, I feel gloomy. Dus dan moeten we kijken hoe lang ben je in zo'n bepaalde stemming. Want er is iets dat heel belangrijk is, waar we het soms niet over hebben. Als je soms een beetje down voelt, zegt men heel gemakkelijk, ik ben depressief. Maar eigenlijk als je 2 dagen, 3 dagen een beetje down voelt, ben je nog niet depressief. Het moet zeker een aantal symptomen moeten plaatsvinden of voorkomen. En het moet zeker langer dan 2 weken zijn. Oké, en je zegt, ja, want dat is, ik maakte die fout vroeger ook, alvorens ik het wist. Maar het is misschien ook belangrijk om te weten, wat zijn de symptomen eigenlijk waarbij je kan herkennen van, oké, dit is echt depressie? Het zijn een reeks van symptomen en niet bij iedereen, dat zeg ik direct, komen allemaal voor. Maar het zijn belangrijke, want wanneer wij psychologen dus de diagnose depressie vaststellen, zitten we ook met onze Bijbel, noem ik dat, ons boekje waar we afvinken. En dan moet je voldoen aan een aantal van de criteria. Bijvoorbeeld moeilijk in slaap kunnen vallen of juist heel lang doorslapen. Zoiets hebben dat je heel erg verdrietig bent, negatieve gedachten, heel veel kritiek op jezelf. Weinig eetlust of juist overmatig gaan eten. Maar het belangrijkste is, dat moet je beperken in je dagelijks functioneren. Dus als je naar het werk moet gaan of als je naar school moet gaan, dan kan je niet opstaan uit bed, ook al weet je dat je dat moet doen. Of er worden verwachtingen zijn er van je of taken waar je aan moet voldoen, maar je kan dat niet meer doen. Dus zolang het je beperkt in je dagelijks functioneren, dan komen we wel op het gebied van een stoornis, om het zo te zeggen. Ja, het is natuurlijk heel jammer dat mensen hiermee te kampen hebben. Als ouder, dan gaan we het even vanuit een oudersperspectief uit bekijken. Als je merkt dat je kind bijvoorbeeld deelt met depressie, wat zou jij aanraden dat de volgende stap zou moeten zijn? Meestal zeggen we het belangrijkste, heb dat gesprek. Omdat er soms signalen zijn. Natuurlijk moet je de signalen wel kennen als ouder. Maar een belangrijke bij jongeren is geen interesse meer hebben in alles wat ze voorheen deden. Dus als ik elke dag ga basketballen of ik elke dag games speel, plotseling trek ik me terug, sluit ik me op in de kamer en heb ik geen interesse. Dan moet er een dialoog komen, een gesprek. Het moet een heel open gesprek zijn. En daar mag je terecht als ouder uiten wat je bezorgdheid is. Van hé, ik heb gemerkt dat dit gebeurt en zo. En ik maak me zorgen, wat is er aan de hand? Daar begint het eigenlijk mee. Als ouder kan je soms ondersteunen, maar soms moet je doorverwijzen naar een professional. En dan mag je dus jouw kind begeleiden in dat proces. Ik zeg soms ook, als dat kind niet wil komen, alleen, mag moeder ook echt een eerste keer mee, of vader, of vader en moeder. Ja, precies. Dus die begeleiding eigenlijk van een ouder is wel belangrijk in zo'n proces. En wat zijn de redenen, want natuurlijk heeft iedereen verschillende redenen waarom je depressief kan raken. Maar wat zijn de veel voorkomende redenen? Ik wenste dat het heel makkelijk was dat ik kon zeggen, het is A of het is B, het is een hele mix soms. Het kan zijn de stoffen in je hersenen bijvoorbeeld. Ik wil niet te biologisch gaan, want dat wordt misschien ingewikkeld. Maar het is belangrijk dat er stoffen in de hersenen zijn die boodschappen brengen van A naar B. En soms blijft een boodschap ergens in het midden, of soms komt een boodschap helemaal terecht op een andere plek. Dus dat wil zeggen, denken wordt beïnvloed, het gebied van emoties wordt beïnvloed. Dat is één van de redenen. Je hebt ook mensen met een bepaalde persoonlijkheidstrek die kwetsbaarder zijn, omdat ze misschien negatiever zijn of strenger zijn aan zichzelf, of heel moeilijk omgaan met kritiek, of een beetje minder goed ontwikkeld probleemoplossend vermogen hebben. Dat zijn ook de zaken die een rol kunnen spelen. Dan heb je aan de andere kant ook stress of gebeurtenissen, grote gebeurtenissen in het leven waar je niet weet hoe je mee moet omgaan en die voor stress zorgen. Dat zijn 3 belangrijke factoren die eigenlijk er naartoe kunnen leiden dat iemand depressief wordt.
Ja. Dus eigenlijk is het heel erg, hoe moet ik het zeggen, anders om te horen. Want in de meeste gevallen, als je met mensen praat, dan zeggen ze bijvoorbeeld, het komt door, bijvoorbeeld, ik heb iets meegemaakt. Maar dat je zegt, het kan ook biologisch zijn, dat is iets nieuws dat ik vandaag heb geleerd trouwens. Maar in dit heel proces, wanneer je depressief bent, hoe kan jij als, vooral jongeren, hè, want we hebben het enorm moeilijk nu, hoe kan jij jezelf nog steeds staande houden, through it all? Ja. Weet je, dat is een aanpak dat van alle kanten eigenlijk bekeken moet worden. Jij kan soms iets voor jezelf doen, daar ben ik eerlijk over, maar van buitenaf wordt er toch nog minder support gegeven of geen support of de situatie is heel uitdagend. Jij bent heel positief, geef gewoon een voorbeeld hoor. Je zegt ik ga naar school, ik doe mijn best en ik wil nu een huis bouwen. Als we kijken naar de situatie voor veel jongeren, dat is wat nu speelt, is heel, het lijkt niet realistisch. Want als je nog een grond moet kopen of een huis moet bouwen, dan ben jij wel positief. Maar van buitenuit wordt het heel uitdagend voor de jongeren hoor. Ja, dat kan ik wel zeggen uit ervaring voor de jongeren. Dan, als een mens op het punt komt waar je eigenlijk moeite hebt, je hebt geen toekomstperspectief. Want dat geeft ons hoop, dat geeft ons reden om te dromen. En als dat nu lijkt alsof het onmogelijk is, dan droom je niet meer. Dan ben je wel heel ongelukkig om het zo te zeggen. Dus wat je voor jezelf kan doen, het is een heel moeilijke, maar het momentje door zou hebben van hé, mijn moed is nu langer dan 2 dagen. Ik denk dat ik wel met iemand moet praten erover. Het is heel moeilijk voor ons Surinamers, want we hebben schuld- en schaamtecultuur kennen wij. Maar het vertellen aan iemand die je vertrouwt, hoef je niet direct professionele hulp, maar gewoon als wij vrienden zijn en ik vertrouw je. Praten erover is al een eerste stap. Je moet er wat voor willen doen, want je wilt niet elke keer dat gevoel hebben. Maar daarvoor moet je wel wat doen. Dus als jongeren al kenbaar maken hoe ze zich voelen, is de eerste stap. En dan hoe gaan wij daarbuiten erop reageren, dat is de tweede stap. Ja, en hoe belangrijk is eigenlijk die erkenning van jezelf uit van, luister, ik heb een probleem, ik moet erover praten. Hoe belangrijk is dat proces? Het is heel belangrijk, omdat dat, zoals ik net zei, is de eerste stap. Dus het moment dat jij doorhebt van, iets is aan de hand of iets is veranderd en ik heb behoefte om te praten met iemand erover of misschien is het goed dat ik met iemand erover praat. Het is zo belangrijk, want jij zit echt met de gevoelens, dus ik kan me best voorstellen, je voelt je heel down en rot en obstakels daarbuiten. En als je het niet aan iemand vertelt die jou kan helpen van misschien kunnen we dit doen of misschien kunnen we het zo aanpakken. Maar omdat je zo bezig bent met je gevoelens en je problemen, dan kom je soms niet op het punt waar je een oplossing kan bedenken. Ja. Dat is het effect ervan. Dus je denkt alleen maar in negatieve. Maar soms heb je iemand nodig die zegt, we kunnen dit doen of we kunnen praten erover. Daarom is het belangrijk. Dus die communicatie is natuurlijk heel belangrijk in dit alles. Maar je komt dan op een punt waarbij je zoiets hebt van, ik wil mezelf beschermen. Toch? Of ik kan op het punt komen, ik wil mezelf beschermen tegen die negatieve energie. Hoe doe je dat? Ja. Dat is, dan zijn we misschien al op het punt van wanneer je belandt bij een professional, toch? En die professional gaat dan echt in kaart voor jou brengen. Wat is er aan de hand? Wat gaat goed, wat gaat minder goed? En waardoor komt vooral dit probleem? En welke tools kan ik jou meegeven? Zo kan je jezelf ook wel best beschermen. Want depressie is iets, het is ook goed te genezen. If you want to do the work, dan kom je er wel bovenop. Maar je moet dus wel therapie trouw zijn. Je moet dus wel je gedachten echt gaan uitdagen als dat het geval is, zodat er een, wij noemen het een cognitieve herstructurering. Ik kan het niet, gaat op den duur worden. Ik kan het wel, maar het gaat niet zoals ik wil dat het moet. Het gaat misschien een beetje met een borrelpassie of misschien wat langer duren of ik heb misschien hulp nodig. Ja, maar als je kijkt hedendaags, jongeren zitten nog steeds met de issue, maar ik wil wel, maar het gaat gewoon niet. En soms zie je dat de mensen dagen, maanden proberen en uiteindelijk gaat het uit in soms suïcide zelfs. Hoe kunnen we het beschermen of hoe kunnen we voorkomen dat het op dat punt komt? Maar dat is best jammer natuurlijk. Ja, klopt. Nee, maar goed dat je suïcide aanhoudt, want depressie en suïcide zijn broer en zus. Dus ze zijn heel dichtbij van elkaar. Het leidt gemakkelijk naar die gedachten. De aanpak is sowieso op verschillende niveaus. Bij jouzelf, you want to take care of yourself. Als ik er goed uit wil zien, ga ik naar de gym. Dus als ik mentaal sterk en fit wil zijn, moet ik er wat voor doen. Ik moet investeren in mijn denken, mijn voelen en mijn handelen. Dat is voor jouzelf. Dan heb je de omgeving, de school, je ouders. Hoe reageren wij daarop? Want iedereen kan depressief worden, daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Hoe reageren zij daarop? Hoe vang je dat op? En dan komen we op het andere punt, beleidsniveau. Dat is het derde niveau, hoger dan allemaal. Wat doen hun met betrekking tot mental health? Hoe toegankelijk is het voor een
tiener om naar de psycholoog te gaan en te betalen? Hoeveel wordt gedekt? Welke projecten zijn er om te zeggen, eerst nog hoop dat ik een huis wil en als ik zo'n job heb dat ik wel ga leven, dat ik gelukkig kan zijn, dat ik niet gediscrimineerd word, mensen die gediscrimineerd worden om mijn oriëntatie bijvoorbeeld. Het is heel hard als deze dingen niet in place zijn en het zijn zaken die we eigenlijk met z'n allen moeten doen, maar het is toch een aanpak op verschillende levels. Ja, precies. En als je al op het, of als je bijna op het punt bent om over te gaan tot suïcide, toch? En dat, daarover had ik het, want sommige jongeren, ze willen wel echt uit die situatie komen, maar hoe kom je eigenlijk op het punt om te zeggen van oké, ik wil eraan werken? Is er een bepaalde aanpak? Want soms zit je er ook mee van, ik wil gewoon echt eraan werken, toch? Maar somehow lijkt het alsof je geblokkeerd wordt. Wat is je tip als het daarom gaat? Als we het verhaal hebben over suïcide, iemand zegt ik wil zelfmoord plegen, horen wij wel direct al de drama die erbij hoort. Maar wat wij hulpverleners eigenlijk horen is, ik zit met een groot probleem en ik heb al alles geprobeerd binnen mijn vermogen en het is niet gelukt. En nu voelt het aan alsof ik niets meer heb dat kan helpen. En wij weten dat, dat er wel altijd wat is. Natuurlijk, het is iemands eigen leven, dus die kiest er wel zelf voor. We kunnen niet forceren, dat zeg ik direct. Maar als we daarover hebben gesproken en als iemand dus wel weet van ik zit met die gedachten, het is oké. Okay. Het is niet oké om die gedachten te hebben, maar het komt wel voor. Ik denk dat iedereen ooit, yes. Dus we moeten het wel zien als, weet je, ik zit ermee en ik wil erover praten en nu ga ik richting oplossingen. Maar mensen willen zichzelf straffen, de omgeving straft je als je daaraan denkt. Dat maakt het heel moeilijk voor iemand om te zeggen, weet je, nu op dit moment voel ik alsof ik niets meer kan doen voor mezelf. Ik denk eraan, ik wil het niet doen, dat zeggen ze. Ik wil het niet doen, maar dat is mijn laatste optie. Ja. En als wij dat kunnen opvangen als omgeving, kunnen we iemand wel richting de juiste hulp vinden, begeleiden. Ja, en hoe bescherm je jezelf als jong persoon? Toch, je hebt invloeden van alle kanten deze dagen. Social media, bullying. Je hebt natuurlijk mensen die om verschillende redenen gepest worden. Seksueel geaardheid, noem maar op. Hoe bescherm jij jezelf en hoe bouw jij een shield waarbij je zoiets hebt van luister, ik blijf in mijn positive space, zeg maar. We zouden best echt denken, je moet elke keer in je positive space blijven. Ik ben van mening dat je soms ook wel kan belanden daarbuiten. De trick is, hoe kom je er weer in? Want situaties, uitdagingen, stressvolle gebeurtenissen gaan er altijd in het leven zijn. Wat werkt voor jou? Toch als het voor jou muziek is, voor een ander is het dans, dan moet je die tools gaan inzetten. Dus wij psychologen kijken ook naar, niet alleen naar wat er verkeerd gaat, maar wat gaat ook goed in het leven om het te balanceren. En hoe bescherm jij jezelf? Ja, is een beetje een vervelende. Sommige mensen zijn veerkrachtiger dan anderen. Dit gebeurt, 10 dingen gebeuren en they still rise up. Het gaat makkelijk, ze zijn gewend ermee. Andere mensen hebben misschien moeite met emoties reguleren, hebben moeite met problemen oplossen, hebben moeite met aanpassen en veranderingen. Het zijn allemaal uitdagingen waar je dus over praat en dan de tools krijgt van, weet je, dit is hoe je met emotieregulatie, dit is wat het eigenlijk is. Veel mensen weten niet wat dat is. Veel mensen denken dat emoties ons eigenlijk de baas zijn. Veel mensen komen niet op het punt waar ze zeggen, weet je, ik ben degene die kiest of ik boos of teleurgesteld. Het is wel altijd, jij hebt me boos gemaakt. Maar heb jij zoveel power over mij? Ik ben degene die toestemming aan mezelf geeft van, ze heeft dit gedaan met me, dus ik mag boos worden. Ik ben dan degene die moet zeggen, oké, nu is het genoeg, ik moet er wat aan doen. Ja, dus maar wij geven die power weg. Ja, de kracht ligt eigenlijk bij jezelf gewoon. Therapie is niet voor iedereen meer betaalbaar, als we kijken naar de huidige economische situatie waar we in zitten. Maar desondanks zijn er manieren waarop je nog steeds kan werken aan je gezonde mentale staat, laat me het zo stellen. Zijn er oefeningen die je bijvoorbeeld thuis kan doen, als je weet of je voelt aan dat je depressief bent, die je thuis kan doen, die kunnen helpen om je toch wel, weet je, goed op pad te leiden, zeg maar? Ik zou voorzichtig zeggen, deze zijn voor wanneer je al voelt van, something's happening, ik ben al 4 dagen een beetje sad and I want to change it, want we willen niet komen op die 12 of die 2 weken of langer. Ja, belangrijk wat ik altijd doe is dat je moet letten op slapen. Dat je gezond en goed en genoeg moet slapen. Want als je niet genoeg slaapt, gaan de hersenen overactief zijn. En je moet slapen om weer rust te krijgen. Vooral bij de emoties. Alles moet weer goed gestoord worden. Ik zeg altijd in de juiste la, zodat het weer rustig is daarboven. Dus je moet genoeg slapen. Tweede is eten. Ja, deze klinkt misschien ook een beetje spiritueel. Punt 1. Eet gezond. Je kan niet elke dag Mackey eten en dat soort dingen, fastfood, omdat er hormonen erin zijn.
En dat zijn niet de happy hormonen. Uit gezond voedsel halen wij de happy hormonen. Als je elke keer de not happy hormonen in je lichaam stopt, snap je dat je ook een beetje moeite gaat hebben met uitdagingen. Dat spiritueel gedeelte is, iedereen raakt eten aan van buiten waar je koopt. En veel mensen geloven ook daarin. Ik denk dat er best wel wat is. Je energie, of je mekanja met atibrong. Ja, ja. Ik denk dat het ook niet lekker zal zijn. Jij begint te stressen. Het zijn allemaal stressfactoren. Aan je attitude is ook iets waar je aan kan werken. Hoe kijk jij naar zaken? Belangrijk dat je moet weten is wat je denkt heeft invloed op hoe je je gaat voelen. En hoe jij je voelt heeft invloed op hoe je gaat handelen. Als ik vind dat jij slecht over mij denkt, ga ik me verdrietig voelen. Ik weet niet eens als het waar is. Maar omdat je even raar naar me keek, maybe there's something going on with you en het heeft niets met mij te maken. Maar dan trek ik het naar me toe. Ik word heel sad. En mijn houding gaat zijn, oh, oké, okay. Ik heb een houding tegen je. En dat voel jij aan en op den duur is mijn handelen weer iets geworden waar jij nu een houding neemt. Snap je hoe wij het eigenlijk onderhouden? Dus het is echt het slapen, het eten en ook de gedachten. Ik zou zeggen mentale hygiëne, een beetje denken, hoe ga ik om met mijn gedachten? Wat is waar, wat is niet waar? En hoe kan ik er beter mee omgaan? Ja, heeft u ter afsluiting een tip voor de jongeren wat ze kunnen doen om een goede mentale in een goede mental space te zijn, om het zo te zeggen? Oké, het is heel belangrijk voor jongeren om dus te weten dat ze in een periode zitten waar er heel veel veranderingen komen. Je lichaam verandert, je gedachten verandert, je moet populair zijn, je zoekt je plek in de maatschappij. Dus ik snap in elk geval, en ik hoop dat iedereen dat begrijpt, there's a lot going on. En als je nu niet die persoon hebt met wie je kan praten, is het ook heel uitdagend. Dus wat ik wil meegeven aan jongeren is, ideaal zou je echt iemand moeten hebben om te praten, maar misschien een beetje assertiever zijn. Misschien moeten jullie het nu gaan opeisen dat mensen ook, en niet verkeerd hoor, het moet geen ruzie worden, maar wel weten van, ik heb ook het recht, men moet ons ook begrijpen. Vertel mensen ook hoe jij je voelt. Natuurlijk de mensen die dat willen geloven. En als je professionele hulp nodig hebt, is het ook goed. Je mag ook met iemand komen als je bang bent, want het lijkt best spannend wat gaat gebeuren. Maar bij de psycholoog is het veiligheid, jezelf zijn en confidentialiteit. Alles blijft tussen ons. Dus ik zou echt zeggen, praat met je ouders, praat met je best friend. Dat is het belangrijkste. Goed, dankjewel meneer Kruden. Natuurlijk dat je tijd vrijgemaakt hebt om over zo'n belangrijk onderwerp te praten, depressie bij jongeren. U heeft het zelfs gehoord, het is heel belangrijk om te communiceren. Eigenlijk heeft hij die hele samenvatting gegeven en afgesloten met een hele mooie tip. Dat was het voor wat betreft het eerste deel, maar gaat u nog niet weg, want er volgt een tweede deel van In Gesprek Met. Social media is helemaal niet meer weg te denken. Haast elk bedrijf maakt gebruik van social media. Wij van ATV zijn ook live te volgen op social media. En wat we hebben gemerkt de laatste tijden is dat de meeste bedrijven gebruik maken van influencers. Om hun marketing te doen, promotie te maken. Vandaag praat ik met twee bekende influencers. Mevrouw Nancy Wijnaldum, meer bekend als de juf op TikTok. En met Anastasia Kenswil, meer bekend als Tall Girl. Blijft u kijken. Vandaag sta ik dus hier, of ik zit hier en ik praat vandaag met mevrouw Nancy Wijnaldum van TikTok. Of ze is ook bekend als juffrouw Nancy, die lekkere recepten post, die sommetjes maakt met de kinderen. En iedereen die er volgt weet eigenlijk dat ze altijd omringd is door jongeren. Maar het is natuurlijk heel anders voor de samenleving om eraan te wennen dat de meeste bedrijven nu werken met influencers. Maar we willen ook weten hoe zij het ervaren. Mevrouw Wijnaldum, welkom in ons studio bij In Gesprek Met. Dankjewel, Aransa. En hoe gaat het met u? Het gaat prima. Oké, ik gaf al aan, u bent influencer op TikTok. Waar is het allemaal begonnen voor u? Wel, het is op school begonnen met de kinderen. De kinderen hebben me geleerd hoe ik eigenlijk moet omgaan met TikTok. Het was eigenlijk dat ik ze volgde. Ze spraken erover en op een gegeven moment dacht ik van, en er kwamen heel wat negatieve dingen eruit. En ik dacht, ik moet kijken wat TikTok eigenlijk is. En zo ben ik eigenlijk een beetje in dat TikTok gebeuren gewend geraakt. Dus u doet het alleen op TikTok, dus dat u video's maakt of gebruikt u ook andere social media? Tegenwoordig ook YouTube. Dat is eigenlijk omdat vele ouders me vragen als ik bijlessen verzorg.
En op die manier, ik doe dat eigenlijk niet, dus bijlessen. Maar dan probeer ik ze op een of andere manier toch te helpen om mijn video's, mijn rekenfilmpjes op YouTube te plaatsen. Oké, en we hebben gemerkt dat er de meeste bedrijven, bijkans alle bedrijven werken alleen met influencers van social media. U bent er ook deel uit geweest, op u kunnen zien bij video's van volgens mij KFC, als ik me niet vergis, of McDonald's. Hoe heeft u die transitie ervaren? Zij hebben me benaderd. Ik ben niet naar ze toe gegaan. Op een gegeven moment werd ik eerst benaderd door kleine ondernemers ook. Eerst Melanie Cosmetics, moest ik een promotie TikTok maken en daarna was het Simextra. Op een gegeven moment kwam KFC om me te vragen om zo'n TikTok te maken. En McDonald's heeft mij niet zelf benaderd, maar een ander marketingbedrijf heeft mij benaderd. Dus eigenlijk doe ik het via hun. En ik vind het wel fijn om te doen, ja. En hoe kijkt u naar, want vroeger was het zo dat men speciaal naar een tv-presentator moest gaan of een radiopresentator moest gaan om reclame te maken. Maar nu worden er alleen van social media influencers gebruik gemaakt. Wat vindt u daarvan? Kijk, omdat men tegenwoordig niet zo vaak meer naar de televisie kijkt, naar de radio luistert. Men is meer op die andere social media kanalen, dus TikTok, Facebook, YouTube. En ik denk dat ze dan de influencers gebruiken om hun promotie te doen. Men heeft dan, zo'n influencer heeft dan een aantal volgers. En men kijkt dan, wie zijn de volgers? Wie volgen deze persoon? Bij mij is het meer, heel veel kinderen volgen me ook hoor. Heel veel kinderen en daarnaast ook ouderen. En ik denk dat men daarop uitgaat. Men kijkt ook wat voor positieve invloed heb je op de volgers. En aan de hand daarvan dan benadert men je. Dat denk ik. Oké, en hoe gaat u ermee om? Want wanneer je in de public eye bent, je wordt gezien door mensen, dan moet je ook wel letten op waar je gaat, hoe je gedraagt. Hoe heeft u dat ervaren of hoe gaat u daarmee om? Okay, ik ga je eerlijk zeggen, mijn TikToks begonnen in het begin had ik het meer om dans en zang. Ik deed dat eerst. Maar op een gegeven moment zie je dat je dan heel veel kinderen hebt die je volgen. En jij moet dan, ik ben nog steeds opvoeder, je moet dan een positieve invloed hebben op deze groep. Op een gegeven moment ben ik dan gestopt met dans en zang. Want je wil dan niet hebben dat de kinderen dan dat overnemen van je. Ik ben daarna begonnen met ontbijt-TikToks, promotie-TikToks. En op een gegeven moment kwam het erop, januari dit jaar, dat ik sommetjes begon te posten. En ik zag dat dat goed insloeg bij de mensen. En het werd me dan vaker gevraagd, geeft u geen lessen, bijlessen en dat soort dingen. En dit heeft ook positieve invloed gehad, dus het maken van die reken-TikToks op kinderen. En ook wel op leerlingen van mij zelfs. Ik heb leerlingen die op een gegeven moment ook rekenfilmpjes zijn gaan maken. En ze kregen ook wel volgers zo binnen. Mensen die ze vragen, kan je dit ook uitleggen? En zo heb ik, het is voor mij natuurlijk een heel goed gevoel om deze invloed te hebben op kinderen. Ik heb ze ook gezegd, je hoeft niet alleen maar te dansen en te zingen. Je kan ook heel veel positieve dingen doen met TikTok. En ik merk dat het goed inslaat bij de kinderen. Dus het doet me goed natuurlijk. Ja, dus eigenlijk los van influencer op social media, als het om bepaalde zaken gaat, gaat het eigenlijk helemaal door naar de kinderen zelf die u volgen? Bij mij gaat het echt strikt om de kinderen. En als je ook de laatste TikToks van me bekijkt, ik ben christen. En ik neem mijn geloof ook natuurlijk mee. Ik bemoedig mensen ook via mijn TikToks. Dus ik probeer het zo positief mogelijk te houden. Toch? En ik heb ook heel vaak filmpjes met mijn kindertjes op school, weet je. En dat maakt dat ik dat veel mensen meer kijken en kinderen ook gemotiveerd. Want overal waar ik kom, zijn er de kinderen die me benaderen, heel vaak. Tot de kleinste van 3 jaar, dat schrik ik wel even. Maar zo zie je van, hé, je moet wel erop letten wat jij allemaal post op TikTok. Want de groep die je volgt. En daar is de vraag natuurlijk ook wel altijd in de samenleving, vooral als het om deze topic gaat. De influencers die video's maken of reclame maken voor bedrijven. Wat doen jullie eigenlijk eraan om je brand, jouw persoonlijke brand, zo schoon mogelijk te houden? En dat het natuurlijk aantrekkelijk is voor de bedrijven om jou te benaderen. Want ik heb ook natuurlijk met andere influencers gesproken en bepaalde fans, dit is hun inkomen. Dus ze kunnen een living ervan maken voor het feit dat ze zoveel aanbiedingen krijgen. Klopt. Kijk, de laatste tijd, de laatste maanden, heb ik ook wat centjes aan verdiend. Bij mij gaat het op een gegeven moment, het is een moeilijke tijd. Iedereen probeert bijbaantjes te hebben.
Voor mij is het ook natuurlijk goed dat bedrijven me benaderen om TikToks te maken. En als ze me daarvoor betalen, komt dat natuurlijk ook goed uit. Ik probeer dan op een of andere manier, dat wat ik zeg, zo positief mogelijk te blijven. Toch, ik moet een voorbeeld zijn. Ik ben nog steeds de juf, want zo word ik benaderd. Juf Nancy. Waardoor bedrijven dan, want als het gaat bijvoorbeeld om McDonald's, heel veel kinderen gaan naar McDonald's. Kinderen houden van McDonald's, ik geef maar een voorbeeld. Dus dan gaat McDonald's je benaderen, ja. Dus daarom moet je bijvoorbeeld altijd proberen om zo positief mogelijk te zijn. Zodat bedrijven met jou willen werken. Dus dat, zo zie ik het. En als influencer, er zijn natuurlijk tal van problemen waarmee, in uw geval is uw doelgroep, als ik zo luister, meer kinderen. En er zijn tal van problemen waarmee bepaalde van ze zitten. Heeft u het misschien, zeg maar, ooit eraan gedacht om zo'n bedrijf te benaderen, om misschien een project te doen, om als er kinderen zijn die bij wijze van spreken het zeg maar moeilijk thuis hebben, een pakketje toe te bieden. Is het ooit gebeurd? Ik heb het nog niet met kinderen gedaan. Oh ja, maar dat, ik heb het toch wel gedaan. 5 december vorig jaar had ik zoiets. Ik dacht, weet je wat, ik ga, omdat kinderen me zo vaak volgen, wil ik toch iets doen voor kinderen. Dus 5 december vorig jaar had ik wel met McDonald's gewerkt. En ik gaf dan 100 ijsjes weg in de mall. Dus dat heb ik wel kunnen doen. Daarnaast hebben we, ook in samenwerking met een andere jonge ondernemer, heb ik dus, ik doe ook pedicure. En dat neem ik ook mee. Ja, dat ben ik vergeten. In mijn TikToks neem ik dat ook mee. En hebben we dus moeders blij kunnen maken met zo'n pedicure behandeling. Dus je probeert op een of andere manier weer terug te geven aan de gemeenschap. Dus op elke manier probeert u het beste eruit te halen op een positieve manier. Oké, en als er mensen kijken of wanneer mensen kijken en zoiets hebben van ik wil ook influencer worden. Want haast iedereen wil bijna influencer worden, maar er moet natuurlijk wel op bepaalde dingen gelet worden. Wat geeft u als tip? Kijk, je moet alvast, je moet het fijn vinden om dit te doen. Je moet het prettig ervaren. En wanneer je iets doet, moet je heel vaak rekening mee houden van wie wil je allemaal benaderen? Wat is je doel? Dus als je een specifiek doel hebt, dat je jongeren wil benaderen of je wil iets doen voor de ouderen, dan moet je wel weten wat je post. Toch? Men noemt mij influencer, maar voor mezelf, ik ben gewoon juf Nancy. Men geeft me zo'n titel, maar ik ben gewoon juf Nancy. Ik doe gewoon mijn ding, wat ik leuk vind. Ik post het en de mensen die kijken en het leuk vinden, die reageren. En ik heb natuurlijk altijd veel lol wanneer ik de comments lees, toch? Maar ik doe het gewoon omdat ik het fijn vind. En ik heb een goed gevoel wanneer ik reacties krijg van mensen. Niet, zo net kom ik uit de mall en ik kreeg een reactie van iemand daarnet. En die zei van de gemotiveerde juf. En dat maakt dat ik steeds gemotiveerder wil zijn. Steeds meer het goede laten zien. Toch? Dus als je een TikTok, als je iemand wil, TikTok wil doen of als je op TikTok wil gaan, probeer het zo positief mogelijk te doen, vind ik. Hartelijk dank. We wensen u natuurlijk heel veel succes. Ik blijf u in ieder geval volgen. En natuurlijk ook succes met hetgeen u doet. U heeft ook een salon, heeft uw eigen onderneming en u geeft daarnaast les. Natuurlijk heel veel succes daarmee. En dank u wel voor uw tijd dat u vrijgemaakt heeft. Welkom terug. Ik zei het al, we praten vandaag met influencers en ik ga nu praten met mevrouw Anastasia Kenswil. En als ik die naam noem, ga je denken, wie is dat? Maar als ik zeg tall girl van TikTok, die eten post en vlogs en die grappige video's, dan weet je precies over wie ik het heb. Anastasia, welkom. Dankjewel, Aranza. En hoe voel je vandaag? Ik ben een beetje nerveus. Wat heel erg grappig is, want je bent natuurlijk echt in de public eye. En mensen zullen denken van, hey, weet je, je praat graag. Maar we hebben van tevoren gesproken, je bent heel erg terughoudend soms. Ja, ik ben verlegen. Ja. Maar mensen geloven dat meestal niet, omdat ik video's maak. Maar dat is anders vergeleken met in real life, you know, met iemand praten of communiceren. Ja, dan gaan we het gelijk daarover hebben. Waar is het eigenlijk begonnen voor jou om te zeggen, je wilt starten om influencer te zijn? Om eerlijk te zijn heb ik het niet met die bedoeling gedaan. Ik wist niet dat het zo zou uitlopen. Ik was in een down-periode en er was ook lockdown, dus ik baalde. En ik begon gewoon video's te posten. Eigenlijk was het de bedoeling om gewoon eten te posten, omdat ik vaak eten buiten haal. En op een gegeven moment had ik een video gemaakt, op Valentijnsdag denk ik. En vanaf dat moment, mensen vonden het leuk en ik ben daarmee verder gegaan. En we hebben een verschil kunnen merken. Je post ook, je maakt nu ook veel reclame. Nou, niet veel reclame. Mensen benaderen je van, hey, kan je bijvoorbeeld feedback hierover geven of dat. En hoe ervaar je dat? Hoe heb je die transformatie ervaren?
Wel, ik ben eerst eigenlijk was het de bedoeling om alleen bezig te zijn met small businesses, om ze te promoten, om ze te supporten. Maar uiteindelijk hadden ook een paar grotere bedrijven me benaderd. Maar tot nu toe, dat gaat wel. Het gaat wel goed, ja. Oké, en ik heb het net ook met mevrouw Wijnaldum erover gehad. Er is een hele transformatie gekomen eigenlijk. Want social media neemt nu een hele belangrijke rol in de samenleving, toch? En er wordt heel veel van influencers gebruik gemaakt om reclame te maken voor bedrijven. Hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat men dat doet, omdat, ja, ik kijk helemaal niet naar tv. De meeste mensen zitten op social media, TikTok, Facebook. En ik denk dat bedrijven dat doen om gewoon meer mensen te benaderen, meer klanten aan te trekken. Ik vind het wel een goed idee. Dus ik vind het goed dat men dat doet, want dat ze met de tijd meegaan als het ware. Ja. Ja. En als influencer heb je natuurlijk wel dingen waarop je moet letten, toch? Je kan niet meer, men zegt altijd, als je in de public eye bent, hoge bomen vangen veel wind. Je moet echt op jezelf nu gaan letten. Heb je die, want het is natuurlijk een transformatie ook voor jou. En zelf je kinderen herkent men nu. Iedereen kent je kinderen van je TikTok. Hoe ga je daarmee om? Ik probeer normaal te zijn. Ik ben nog steeds dezelfde Anna die men kent. Natuurlijk, soms vergeet ik even dat ik tallgirl ben en... Ja, ik vergeet gewoon dat ik tallgirl ben. En soms ben je ergens, je bent met je kinderen en dan komt iemand misschien naar je toe. En dan vergeet je dat, of men groet je en je denkt van, ik ken die persoon niet. En dan denk je van, oh ja, ik ben tallgirl. Dan moet je gewoon groeten. Soms, ja, soms benadert men je en je... Ik verwacht het soms op een onverwacht moment. Waardoor ik soms misschien even, ik kan mezelf daar geen houding geven op zo'n moment. Maar ik probeer gewoon mezelf te blijven, te alle tijden. Ja. Ja. En dan gaan we even terug naar het influence gedeelte. Er is natuurlijk ook een beetje een bepaalde verdeelde mening. Omdat een deel van de samenleving vindt, je kan niet gewoon influencer worden. Niet per se naar jou, maar in het algemeen. En een ander deel zegt, als ik motivatievideo's maak, maak mij dat tot influencer. Wat is jouw mening daarover? Ik heb mezelf nooit influencer genoemd. Men doet dat, want ik had het ook nooit met die bedoeling gedaan, zoals ik zei. Maar... Ja, ik... Ja, mensen bepalen dat, want soms maken mensen video's en ze noemen zichzelf influencer. En dan vallen mensen ze aan van, hey, ben je influencer met zoveel followers maar, of met dit maar. Er zijn geen regels ervoor van, zoveel followers moet je hebben om het te doen. Ik denk dat het publiek bepaalt als je influencer bent of niet. Men ziet me als één, dus ik ga ervan uit dat ik één ben, ik weet niet. Ik heb mezelf nooit als één gezien. Ja, en gaat het, heb je ook zoiets van dat er eigenlijk een, zeg maar een... Als er een organisatie zou zijn die de mensen op weg kan helpen. Want sommige mensen willen het, hebben de talent ervoor, maar hebben misschien die stimulans nodig. Ja, toch? Ja. Ik denk wel dat je hebt wel een paar organisaties die... Kijk, bijvoorbeeld, je had laatst die conferentie, social media conferentie. En daar leer je ook heel wat. Je leert bijvoorbeeld hoe je video's moet maken. Dus je leert alles. Je krijgt tips, advies, alles hoe je eigenlijk daarmee om moet gaan. Ja, wat het beste is, hoe je mensen kan aantrekken, aandacht kan trekken van mensen, ja. En vele mensen kijken ook wel op naar je, geloof het of niet, want we hebben ons huiswerk natuurlijk wel gedaan. En als ze ook influencer willen worden, wat voor tips zou jij ze eigenlijk geven? Je moet ervan houden. Want kijk, in het begin is het leuk, maar op een gegeven moment, bij mij bijvoorbeeld, op een gegeven moment was het te druk voor mij, waardoor ik het plotseling weer rustig aannam, want ik kreeg te veel opdrachten en ik vond het ook een beetje eentonig worden. Vandaar dat ik even... Vader heb gemeen dat het rustig aan deed en even geen promo's deed en zo. Maar je moet echt ervan houden. Je moet echt ervan houden. Ja, je hebt iets heel moois aangehaald. Je kreeg heel veel opdrachten op een gegeven moment. Als je kijkt naar de mensen die je benaderde en als je voor elke kleine job zeg maar geld zou moeten nemen, zou je er een vast inkomen van kunnen maken? Uiteindelijk wel. Maar het ding bij mij is, als het om small businesses gaat, doe ik het vaak gratis. Gewoon om ze te supporten. Maar ik doe het niet om ervan te leven, ik doe het gewoon omdat ik ervan hou. Ja, dus eigenlijk heb jij eigenlijk is het per ongeluk, zeg maar, gegaan voor jou. En ik dacht niet van, oh, ik wil dit worden, ik wil bekend zijn. Nee, helemaal niet. Ik had niet eens verwacht dat het zo zou gaan. Dus het is gewoon gebeurd. Ja, we kunnen wel in ieder geval zeggen dat je jezelf bent gebleven. Ik heb je niet ervaren als hoogmoedige, in ieder geval. Heel verlegen kind, maar we wensen je natuurlijk heel veel succes. En bedankt dat je natuurlijk tijd hebt vrijgemaakt om in gesprek met ons te gaan. Is goed en tot de volgende keer. Heel veel succes. Dankjewel.